De twee oud-rechters die door het Openbaar Ministerie werden beschuldigd van meineed zijn ook in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof in Arnhem kan niet wettelijk worden vastgesteld dat oud-rechters Westenberg en Koopvleis in de Chipsol-zaak onder ede hebben gelogen over hun vriendschap. Al heeft het hof wel twijfels. De motivering is dat het hof zegt er zijn weliswaar wettige bewijsmiddelen om wat in de telastenlegging staat omschreven als juist aan te merken. Maar er zijn ook wettige bewijsmiddelen die aantonen dat wat in de telastenlegging staat niet juist is. En dan komt het op de overtuiging aan. En het hof heeft in zijn overwegingen laten zien waarin die verschillen nu zitten en waarom ze dus niet wettig en overtuigend bewezen vinden wat verweten wordt. De oud-rechters werden eerder al door een rechtbank vrijgesproken. Het OM ging in beroep en eiste werkstraffen en voorwaardelijke celstraffen van een paar maanden. Ja, dat is natuurlijk een kwestie van waardering van de verschillende bewijsmiddelen zoals die er liggen, de verklaringen zoals die daar liggen. Voor ons ja, was een bepaalde toedracht helder. Dat hebben we ook uiteengezet natuurlijk tijdens de behandeling in hoger beroep. Maar dubbeltje kan natuurlijk altijd naar een andere kant vallen. En voor het hof is dat blijkbaar toch een belangrijk verschil geweest ten opzichte van onze visie. Het OM overweegt om nu naar de Hoge Raad te stappen. Westenberg was rechter in een zaak waardoor het bedrijf Chipsol veel geld verloor. Projectontwikkelaar Chipsol is eigenaar van grond bij Schiphol. Oud-rechter Koopvleis was bevriend met een concurrent van Chipsol en zou als vriendendienst aan die tegenstander van Chipsol juist Westenberg op de zaak hebben gezet. Westenberg en Koopvleis ontkennen dat. Het Hof kan ten aanzien van dit te lasten gelegde feit slechts vaststellen dan dat onvoldoende helderheid bestaat over de feitelijke toedracht en meer in het bijzonder over de frequentie waarin Westenberg en Koopvleis over de vloer kwam. Het dossier biedt grond voor een alternatieve duiding van de toedracht en die duiding kan zeker niet als minder waarschijnlijk worden aangemerkt dan het door het Openbaar Ministerie geschetste scenario. Nu de feitelijke toedracht niet kan worden vastgesteld, kan ter zake dit feit niet tot het oordeel worden gekomen dat Koopvleis daarover in strijd met de waarheid heeft verklaard, laat staan dat hij dat opzettelijk heeft gedaan. Daarom spreekt het Hof Koopvleis van dit feit vrij.